Die Jeroen Rietbergen, hè? Die heeft al wat verkeerde beslissingen genomen in zijn leven. Zeker met vrouwen. Maar nou heeft hij ook nog een hele verkeerde beslissing genomen met het vinden van een advocaat. Heb je die gezien, zeg? Die advocaat van die Rietbergen bij die Rensen. Die zit me daar een beetje naar de grote winnaar uit te hangen. En die, alsof er niks aan de hand is, zit ook zo'n vrouw die dan het slachtoffer is geweest van die Rietbergen. Die zit hier daar een beetje af te serveren. Ja, en die doet net alsof Rietbergen niks gedaan heeft. Zo van alsof er 19 vrouwen hebben geklaagd en dat hij niet toevallig zijn pianovingertjes niet thuis kon houden. Nou zeg, en gelukkig zat daar die Saskia Belleman. Nou, en die zei zeer terecht. Die zei, ja maar luister, als jij niet vervolgd wordt, wil dat niet zeggen dat je onschuldig bent. Kijk, en daar zit de clue, vrienden. Dus iedereen was toch wel een beetje daar verbaasd dat hij niet voor de rechter hoeft te verschijnen. Maar, vrienden, ik ga jullie zeggen. Hij is al voor de rechter geweest. Onze Rietbergen. Oh ja, onze pianeur. Je moet eens, doe mij een lol. Ga googlen. En gewoon en tik in. Vieze Jeroentje. Gewoon googlen. Tik in vieze Jeroentje. En dan krijg je zijn gezicht te zien. Ja. Ja. Ah. Nou. Zo'n straf kan geen rechter bedenken. Dus hij is al helemaal gestraft. Deze Rietbergen. Ja. Vieze Jeroentje op Google. En dan komt jouw gezicht. Nou vrienden. Dan heb je het gemaakt in je leven hoor.